naar de F2 junioren. En voorin dus even lekker knallen voor die snelste ronde om die te maken. We gaan neutraliseren, er zitten er stukken wat bij elkaar. Wat uitslag in de volgende. Meer om het maken van een hele snelle ronde. Ook als je zelf een keer gaat karten met z'n allen, ga je eerst ook lekker de kwalificatie rijden. Een snelle ronde. En dan uiteindelijk misschien nog racen als je nog een beetje ja, lust en lenigheid aan je lijf hebt. Formatieronde. Formation lap. En daarvoor gebruiken we dus alleen nog de bewegend gele vlag. Voor de rest is het staand geel geworden in het nieuwe vlagregime. Bewegend geel tot groen. En dan is het de mogelijkheid om te starten. Gaan we nu doen. Ja. Het gaat dus vooral om het maken van een snelle ronde. En dat bepaalt de uitslag bij de junioren. En we gaan direct kijken naar die eerste ronde. Wie daarbij zit voor de snelste ronde. Albert Almeda, 16.010. Stap nummer 269. Snelste ronde tot nu toe. Maar we hebben nog een paar rondjes eraan hoor. Stokkaar F2 junioren. En ook Omroep Friesland is er even bij om het vast te leggen voor ons. We maken even wat beelden van de F2 junioren. Terwijl hier de 610 van Renske Scherion even in de kant zat. Snelste rond in handen van de 629 Femme Storm. 15.935. Femme Storm, snelste ronde. Gaat zelf naar 15.403. Femme Storm, snelste ronde. Alles gelukkig en goed weg nu. Niet, geen grote voor. En als we dan toch straks even gaan kijken naar uitslagen en naar leiders in wedstrijden, gaan we dat wel even bijpakken. Zelfs er op de Femme Storm nog steeds. 6-2-9. En als we het dan mogen hebben over een leider, dan gaan we dat zo even zeggen. Zal wie er maar zijn? 1-5. En dan is Femme Storm erachter. De zwarte vlag, lekker band, betekent dat. Valt mee. Zelfs rond de Femme Storm. Ryan Paul, de leider. Zelfs rond nog steeds Femme Storm. 15.403. Ryan Paul wordt hier gezien als leider. 806. Laatste ronde loop. 806, leider. Gaat die binnenkomen? Ja. Yeah. Who finished?